voel het voor jou ook als we allemaal deze dag trouwen? Ik zal met je trouwen. Ik zal veel bij Paul aan de dienst bekleiden. Trouw met me. Ga weg. Meisje, wat heb je nog met het? Trouw met me. Shut up. Cycling is Lente is een romantische comedie. Ben is een mechanic. En hij is baie gelukkig met waar hij is in die lewe. Hy het een paar vrienden bij die werk. Hy het een plekje waar hy gaan drinken in die aande. Op sy eie. En Ben en Linda ontmoet een aand in een bar. Linda is een baie interessante karakter. Definitief een van die lekkerste karakters wat ek nog ooit gespeel het. Sy is een auditeur. Maar sy streven na extraordinary dinge. So, sy is nie jou normale... Jy kan nog nie daar in een boksie sit nie. Nes jy denk jy het al uitgevinger, dan is al weer iets anders en cool van al wat self uitspring en wat jou verras. Dan kom Ben achter, dit is sy baas, sy dochter. So hy wil nie van sê wie hy is nie. So Ben jok, en hy sê die eerste ding wat sy kop opkom, hy sê ek is in een band. Hy kom achter, wow, hierdie meisie hou reg vir my. Dan besluit hy, ek gaan in een band begin. Ek en my paar buddies by die werk. So gesê ek is in een band. Wat speel jy? Speel gitaar, en ek sing. Wat is jou band se naam? Groenblare. Groenblare. Ja. Wat is haar naam? Jezus bro, ek wil nog altijd in een band geweest zijn. Dan kon ze niet de drummen. Ik kan bij de drums. En dan raak hulle verliefd op elkaar, begin van elkaar hou. En dan begin Ben ook druk krijgen van een paar vrienden, soms jij werk. So, hierdie nummer kie nou, hy is het 3, so dis daai en ek moet hem dan nou hier 3 speel. Is die kels? Die periode lijkt nou niet lekker nie, maar... Ek gaan bykom. Ja, Michi. Ek denk nie, ons kan nie doen die kels. Hey, shut up. Ons kan nie doen. Hulle leer hoe my band toe gaan. 3 mechanics wat nog nooit rarig muziek gespeel het of in een band was. Nie moet uitfigure hoe hulle dit doen. En Linda probeer uitfigure of sy van Ben hou. En, wat sy naam? Ben. Benny Band. Vertrouw maar jou gevoelens en geen man jou kans. Welke sy meer is net een band hou. Iets wat meeste meisies misschien met haar sal kan identificeer is ook een soeke na een werkelijke extraordinary connection met iemand, een potentiële life partner. Hi. Het is baie cool om jullie te ontmoet. Wanneer speel jullie weer? Einde van die maand, actually, bij die Bohemian. Bohemian? Mm. Impressive. Wat voor type muziek speel jullie? Upbeat. Nice. Fun. Jullie kan vir hulle open. En dan gaan ik die ou woord op wie sy verlief geraak het, toe sy my ontmoet het. En dan, ja, basically gaan het om te kijken of een verhouding kan werken wanneer het afskop op een leer. Is ons actually in a band? Ja, bro.